Hoi, Lusje, het is een nieuwe vlog. Mijn naam is Robby. Vandaag ga ik weer een lusvideo maken. Ik ga... deze doen. Hij heet de Christmas Sweater. Maar als je het in het Nederlands zegt, is het de kersttrui. En vandaag gaan we die doen. En jullie kunnen ook stemmen op de volgende keer. Je kan geel... goud, kristal, kleurrijk of blauw kiezen. En die gaan we dan denk ik de volgende aflevering doen. Dus dan... tot zo bij het beeld. Kijk, dit is een soort van andere ballen. Dit, en het is de Christmas zwerf of zoiets. En ik doe nu een. Oeh, die roze. Hij is roze. Lijkt nu wel een megabal. Zie je? Lijkt heel erg op een megabal. Ik heb gewoon. Oké, ik word gelijk oranje roze. Het lijkt echt op een megabal. Je denkt echt dat dit een stukje was. Maar toen zag ik... het is geheim. Hier komt echt heel snel iets vanaf. Wow, hier is een oranje kleur. Ik heb oranje. Kijk maar. Dat zie ik niet echt meer bij deze band, dacht ik maar. Blijkbaar wel. Ik heb de bal nog niet gezien toen er oranje uitkwam. Kijk, het komt er zo van rood uit. En dit is super cool. Want kijk, het komt allemaal schuim vanaf en dan geeft hij ook wel iets de kleur. Dus hij gaat oranje geven, want roze met geel wordt volgens mij oranje. Let your monster. Wow. En ik ga hem nu weer laten rollen. Kijk maar, het wordt heel erg oranje. Juist nog steeds wel schuim. Kijk hoe mooi deze stukjes. Het zijn gewoon twee kleuren bij elkaar. En ik vind dat gewoon mooi. Maar eerst was het donkerrood, daarna kwam het geel en nu zit het heel licht roze. Kijk, maar daar is het donkerrood, zo geel en hier komt er... nu lijkt het een beetje op soep. Zo gezonde soep, soep. Nu is het weer oranje. Wacht even, ik ga even iets doen. Kijk, de helft is oranje en, meer dan de helft is geel. Dus een stukje is oranje en meer dan de helft is geel, zie je? Nee. Ik ga het weer verder laten drijven als een bootje. Oh, het lijkt nu wel een beetje op een klokkenhuis. Van een appel. Ja, dat noemen ze een klokkenhuis. Vraag maar aan je ouders of zo. Want het heet een klokkenhuis. Dus ik word binnen als je... en bijna helemaal op hebt van de appel, dan dat daar beneden moet je een klokkenhuis. Heb je ook iets geleerd? Alleen als je dat nog niet wist. Maar heb je tenminste wel iets geleerd? Daar is super veel schuim en hier is... oh, ja. Kijk, een hartje. Kijkt. Kijk, dit is het begin en dan gaat het zo roep en dan gaat het roei en dan snap je. En dan snap je. Hij is klaar en hij ruikt naar zeven lusje. Dat is wel goed, maar hij ruikt naar heel, hij ruikt zo fris. En de kleur is oranje zoals je ziet. Het is een beetje dierkleur oranje.
ben ik weer en het was leuk omdat en het ruikt, zoals ik al zei, fris en het was oranje. En het ruikt heel lekker. En bedankt voor het kijken van deze vlog. Tot de volgende keer. Doei doei.